Tot vorig seizoen was Hogeveen Achilles 1894 een prachtig affiche in de hoofdklasse. Maar het verhaal van Achilles is bekend en anno 2019 hebben de Assenaren alleen nog een zaterdagtak. En zitten ze dus in de derde klasse samen met Hogeveen zaterdag. Nummers 1 tegen de nummers 2. Hogeveen 5 punten achter, ondanks een uitstekend seizoen. Dus de belangen zijn duidelijk. Hogeveen mag zeker niet verliezen, want dan wordt het gat 8 punten. Hogeveen begon ook gretig, ging goed de duels aan en zat er goed op bij Achilles. En de Assenaren en de ploeg van Harald Wekema hadden daar moeilijk mee. Toch kwamen ze sporadisch uit. Hier is het Willy Buning die wel vlacht. Maar uiteindelijk mag Evan Sturing door. Maar uiteindelijk levert dat niets op. Hogeveen was meer in balbezit. Julian Mol, Danny Kuiper en Rico Schonewille. Maar dat schot is geen probleem voor doelman Arne Wulpsaar. Ja, eigenlijk is het probleem bij Hogeveen dat men wel dreigend is, maar niet de trekker overhaalt. Danny Kuiper hier. Hier is dit een mooi voorbeeld van. Scrimmage voor het doel van Achilles, maar levert opnieuw niets op. Dan de inzet van Achilles van Sam Kuiper, die maar net naast gaat. We hebben een half uur gespeeld. Ja, je ziet wel dat dit de twee beste ploegen zijn uit de derde klasse. En eigenlijk is het minimaal tweede klasse waardig. Kopbal hier van Jorno Lunenborg. Ook twee voetballende ploegen. Ja, Hogeveen, het moest natuurlijk en dat was ook duidelijk te zien. Ja, Achilles, ja, dat kon het in principe een beetje afwachten. Daar zat de druk natuurlijk niet zo op. Hier een enorme kans voor Danny Kuiper. Maar dan zit het ook echt niet mee. Ja, per toeval eigenlijk tegen een been van een Achilliaan aan. Nog wel de corner van Dilano Wolters. En dan de vrije kopkans voor Jorno Lunenborg. Gaan we naar de tweede helft. Prima vrije trap van Marco Santing op Enrico Schonewille. Bal voor, keeper zit mis. En dan kan Dilano Wolters daar net niet bij. Maar Hogeveen kwam goed uit de kleedkamer. Marco Santing. Komt de bal uiteindelijk bij Julian Mol. Dit moet het toch worden? Oh, wat een enorme kans voor Julian Mol. Ook een uitstekende redding van Wilpsaar. Ja, dit was het verschil hoor. Hogeveen het verzuimde gewoon te scoren. Ja, en dan weten we dat zijn oude voetbalwet uiteindelijk in werking gaat treden. Nou, kijk of dat nu ook het geval is. Maar eerst nog weer Hogeveen via Marco Santing. Danny Kuiper dan met het schot. Maar dat levert geen gevaar op. Dan Achilles, Romario. Op Wouter van der Molen, van der Molen. En een uitstekende redding van doelman Santing. En zo is het qua grote kansenverhouding in ieder geval weer 1 tegen 1. Dan opnieuw Romario met de voorzet. En nou hoor, daar staat hij. Wouter van der Molen. Wat is hij belangrijk voor Achilles. En wat ik al zei, ja, je kunt er eigenlijk op wachten. Hogeveen het verzuimt de trekker over te halen. Achilles het wacht geduldig af. En dan hebben ze veel kwaliteit met Wouter van der Molen. En natuurlijk Romario Tjongasi. Beide ploegen misten overigens de nodige spelers. Maar hebben een brede selectie en kunnen dat dus wel opvangen. Dan hier Jorno Lunenborg. Hogeveen het probeerde het nog wel na die domper van die 0-1. Gaan we naar de 77ste minuut. Prima bal op Enrico Schonewille. Komt daar de voorzet van Schonewille. Ja, en dan is daar net weer niemand die daarbij kan. Ook invaller Marcel Lindhorst niet. Hogeveen blijft het proberen. Opnieuw Schonewille. Bal weggekopt. Danny Kuiper, maar die gaat hoog over. Ja, de moed zakte Hogeveen natuurlijk ook in de schoenen. Ingooi van Enrico Schonewille. Krijgt die bal terug.
prima voorzet van Schonewille. En de kombal dan van Eduard Cobes die via Nagiliaan overgaat. 88e minuut zitten we dan inmiddels. De corner van Hogeveen. Marco Santing, ja, kan dan een vrije uithalen. Maar die 1-1, ja, hij valt niet en ook geen corner, zegt scheidsrechter Aaron Tepper. Wouter van der Molen, 90e minuut zitten we inmiddels. Komt de bal bij Tobias Stel op, speelt Santing. En dan is de wedstrijd definitief beslist. Is het 0-2 voor Achilles. Santing zijn doel uit, maar het is Tobias Snel die zijn naam hier aan doet. En in de 90e minuut de wedstrijd definitief in Asser voordeel beslist. Ja, en daarmee lijkt het kampioenschap wel beslist. Want Achilles, het vergrote voorsprong naar 8 punten, ja. En lijkt onbezorgd af te kunnen steven op de titel. Ja, en dan hier wordt het ook nog 0-3. In de 93e minuut Romario Tjongasi. En zo is de eindstand wel geflatteerd 0-3. Maar goed, Achilles heeft daar natuurlijk maling aan. Ja, en de verschillen zijn in deze competitie groot. Hogeveen dus op 8 punten. Maar Hogeveen staat als nummer 2 weer 5 punten voor op de rest van de concurrentie. Dus we hebben hier wel de twee beste ploegen aan het werk gezien. Maar daar heeft Hogeveen op dit moment niets aan.